Welkom alweer. Ik ben ontzettend druk dat ik je wat vertellen mag over deze innovatie. Maar ik ga toch in het Nederlands doen. Ik was al een tijd onder de indruk van wat Tante Louise allemaal doet op het gebied van innovatie. En in eerste instantie had ik het idee van, joh, wat jullie doen, zouden we dat ook naar het Noorderbreedte kunnen halen? Dan zouden we dat misschien ook wel in heel Friesland kunnen gaan toepassen. Vervolgens ga je kijken, hoe kan ik die pijn verzachten? Hoe kan ik die winst verzilveren? En wat is dan het cadeautje met de strik erom wat ik die cliënt ga aanbieden? We sluiten aan op het programma in West-Brabant en gaan aan de slag met het invoeren, doorontwikkelen en opschalen van arbeidsbesparende technologieën. En zo kan steeds schaarser personeel efficiënt worden ingezet. De cliënt zelf, die geeft eigenlijk aan, ik krijg de juiste zorg. Ik heb een rustige nacht, minder gestoord in mijn privacy. Het werkt eigenlijk heel simpel. Je hebt iemand die draagt de bril en die kan naar me bellen. En daarmee kun je op afstand, van welke locatie dan ook, meekijken met degene die op dat moment de patiënt verzorgt. Vallen is een heel groot gezondheidsprobleem bij ouderen. De oplossing die Wolk heeft bedacht, dat is de Wolk Heupherberg. Een cliënt, wat ik net al noemde, meer bewegingsvrijheid, los van natuurlijk dat een potentiële heupfractuur wordt voorkomen. Daar is dit voor bedoeld. Ja, heel goed. En dan volgen er een heleboel dingen, maar als we dat onthouden, de zorg goed, het werk leuk en dan moeten we het slimmer gaan doen. Ja. Dat is een hele goede samenvatting. Die moeten we mee naar huis nemen. Al. Ja, goed.